Goedendag, welkom bij deze nieuwe aflevering van STVA Studio Sport. We hebben een nieuw bestuur bij de Surinaamse Basketbalassociatie. Vorige week is dus de verkiezing gehouden en Konrad Issa is dus de voorzitter van dit nieuw bestuur. Nou, succes alvast toegewenst aan dit nieuw bestuur. En we kijken uit naar de verrichtingen. Men heeft alvast een jaarplan ingediend en hopelijk dat we in een van onze uitzendingen meer aandacht gaan besteden aan het jaarplan van de Surinaamse Basketbalassociatie. Ze hebben in elk geval hoog gescoord voor het toernooi dat vorig jaar gehouden is hier in de Anthony Nesty Sporthal. En juist in de periode waar het wereldkampioenschap voetbal gaande was. Nou, gelukkig heeft de Surinaamse Basketbalassociatie de zaak zodanig geregeld dat de wedstrijden niet in gedrang kwamen met de wedstrijden van het wereldkampioenschap voetbal. Waardoor de mensen die 's middags hadden gekeken naar voetbal in de avonduren toch konden kijken naar de basketbalwedstrijden. Nou, van de Internationale Basketbalfederatie hebben ze natuurlijk een heel goed resultaat gehad. Ik dacht dat ze een 9 hebben gescoord voor het toernooi. Nou, dat geeft hoop voor de toekomst. We blijven bij de Surinaamse Basketbalassociatie, want gisteravond werd er wederom gebasketbal in de Ismees van Wilgen Sporthal. We waren aanwezig bij de herenhoofdklasse ontmoeting tussen Finabank Kooi Karper en de ploeg van SCVU. Terwijl u kijkt naar de beelden van deze wedstrijd, kan ik u vertellen dat de ruststand was 45-26 voor SCVU. Ze wonnen uiteindelijk deze wedstrijd met 78-61. Blijt Andrew, hij was de topscorer bij Finabank Kooi Karper met 15 punten. En dan hadden we ook nog Irvin de Randami bij SCVU met 17 punten. De andere hoofdklassewedstrijd ging tussen de Schakel en FC Rutgers. En de ruststand was 39-33 voor de Schakel. Ze winnen uiteindelijk. Nee, ze verliezen zelfs deze wedstrijd met 79-70. Jamal Heenaar was de topscorer bij de Schakel. En Gillian Watamaleo bij Rutgers was dus de topscorer met 22 punten. We hadden verder ook nog in de dames hoofdklasse de Arend tegen Yellowbirds. En daar won de ploeg van Yellowbirds met 70-39. De basketbalcompetitie, althans in de hoofdklasse, wordt dus donderdag aanstaande weer voortgezet in de Ismee van Wilgen Sporthal. Dan hadden we afgelopen week ook nog bezoek van een damesploeg uit Nederland, DSI. En ze speelden een eerste wedstrijd tegen de dames van Transvaal. En ja, de dames van Transvaal die hebben in die wedstrijd ontzettend veel kansen gehad die ze niet hebben weten te benutten. Die wedstrijd eindigde uiteindelijk in een gelijkspel van 2-2. Nou, vrijdag namen de dames het op tegen de ploeg van de dames van Robin Hood. Ja, toen nog SRD, maar nu zijn de dames opgegaan in de ploeg van Robin Hood. Nou, zij speelden op het sportcomplex van de Tourtonne All-Stars tegen deze dames uit Nederland. Ja, en de dames uit Nederland hebben zich flink hersteld van het gelijkspel tegen Transvaal. Want ze scoorden flink erop los tegen de dames van Robin Hood. Ze wonnen de wedstrijd zelfs met 6-0. En dan bij de Surinaamse voetbalbond, de SVB, de voorzetting van de eerste divisie. Nou, zondagmiddag in het André Kamperveen stadion, de ontmoeting tussen WBC en Transvaal. Voor WBC dus een thuiswedstrijd. En ja, de ruststand was 0-0.
moet zeggen, teleurstellend transvaal. Als we kijken naar de voorgaande wedstrijden, waar we toch wel een betere voetballer transvaal hebben gehad. Maar ja, hier en daar wat wijzigingen. Dat merk je ook sinds trainer Mannen terug is. Dat er hier en daar wat wijzigingen zijn geplaatst op verschillende posten. En dat heeft natuurlijk ook van invloed op het spel van de ploeg van Transvaal. Ja, weinig fit. En ik kon zeggen, maar ja, ik heb later begrepen dat er intern toch nog een paar zaken niet zo lekker lopen bij de ploeg van Transvaal. Hopelijk dat die zaken toch wel snel worden opgelost, waardoor het resultaat toch wel beter zal zijn. Want ja, voor kerst voetbalde Transvaal heel goed, moet ik zeggen. En ja, men stond nog in de top 3. Maar ja, als je dan verliest van Leo Victor en ook nog van WBC, ja, dan... ik hoop niet dat het verder zal doorwerken bij de ploeg van Transvaal. In elk geval, WBC die speelde ook niet een geweldige wedstrijd. De conditie speelde de jonge Sparta. En ze hebben toch vrij laat in die wedstrijd een 1-0 voorsprong weten te nemen die ze niet hebben kunnen behouden. Vrij laat kreeg WBC nog een heel goede kans. Want de doelverdediger van Transvaal die kwam mee met de aanval. Ja, en dan bij zo'n counter dan komt WBC aan de bal. En gelukkig voor Transvaal bleef de stand beperkt tot 1-0. Transvaal verliest dus van de ploeg van WBC in het André Kamperveen stadion. Kijken we naar de uitslagen van de wedstrijden afgelopen week bij de Surinaamse voetbalbond. Leo Victor die blijft dus de koploper. Ze winnen van PVV met 1-0. Nissan 42 die verliest van SNL met 5-2. Inter Mungutapu die maakt geen fout tegen Santos. Overigens die wedstrijd werd gespeeld in Nikeri. En gelukkig na lange tijd voor het eerst kan de ploeg van Santos weer gaan spelen in de SCB Eerste Divisie. Na alle Joharje Trusu voor de rechter. Inter Mungutapu wint dus met 5-0. Voorwaarts tegen Akokonot. Akokonot die wint vrij verrassend van voorwaarts. En ja, Ricardo van Troon had het ook al aangegeven. Akokonot is op weg om beter te gaan voetballen. En voorwaarts moest er dus aan geloven. In Coroni, ja, daar waren wij aanwezig bij de ontmoeting tussen West United en de ploeg van Robin Hood. En West United heeft er alles aan gedaan om Robin Hood te verslaan in deze wedstrijd. Maar ja, helaas is het West United nog niet gelukt om van Robin Hood te winnen. En ze verloren in Letitia Vries, de stadion daar in Coroni, van Robin Hood met 4-2. De ruststand was nog 3-1 voor de ploeg van Robin Hood. We nemen u even mee naar de doelpunten van deze ontmoeting tussen West United en Robin Hood daar in Coroni.